Hey, hallo! Leuk dat je kijkt naar deze extra video. Vandaag ga ik eindelijk met je delen waar ik al een hele tijd mee bezig ben. Ik heb af en toe wel eens hints gegeven over dit project. Ik heb het ook wel op Instagram een beetje laten doorschemeren. En inmiddels heb ik het ook op Instagram aangekondigd. Maar ik wilde het jullie ook op YouTube vertellen. Vanaf vandaag, of eigenlijk sinds een paar dagen, heb ik mijn eigen bedrijfje. Ik heb mijn eigen illustraties op kaarten. Dus vanaf nu kun je eigenlijk Elise Dingen kaarten kopen. Alleen heet het geen Elise Dingen. Dit bedrijfje heet namelijk Liesk. En nu denk je misschien, huh, Liesk, wat is dat nou weer voor naam? Nou, het is eigenlijk een beetje een verbastering van mijn naam. Ik heet natuurlijk Elise. Vroeger werd ik wel veel Liesje genoemd als kleine Elise. En Liesje werd Liesk. Ja, ik vond het wel stoer klinken. Wel een beetje een compacte naam, een beetje een vlotte naam. Stoer, maar ook lief. En dat is ook wel een beetje wat ik wil uitdragen. Overigens is dit dus mijn visitekaartje. En de achterkant van dit kaartje is een Elise Dingen visitekaartje. Want die had ik ook nog niet. En dat werd na ruim 3 jaar toch ook wel een keer tijd. Maar goed, Liesk is dus nu een feit. Op Liesk verkoop ik dus mijn eigen illustraties op kaarten. Ik ben nu uitgekomen met 2 gewone kaarten met een woord dat ik heel erg leuk vind. Misschien raad je het al. Hello. En met 5 kerstkaarten. En ik ga je ze allemaal laten zien. Dit zijn dus allemaal mijn eigen ontwerpen op kaarten. En ze zijn dus ook vanaf nu te kopen. Onder andere bij postenpapier.nl. Daar krijg je overigens met de code ELISEDINGEN 10% korting op je hele bestelling. Dus ook op kaarten van Liesk. Maar ook op andere spulletjes. En ik hoop dat ze binnenkort op andere plekken ook te koop zijn. Dan laat ik het jullie zeker weten. Goed, ik ga je de kaarten laten zien. Want dat is denk ik toch wel het leukste. Leuker dan om er gewoon over te praten. Allereerst is 2 kaarten met het woordje hello erop. En zoals jullie wellicht wel weten, vind ik dat een heel leuk woordje. En ik hou heel erg van minty. Dus ik heb hier een mintkleurige kaart met het woord hello erop. Dit heb ik dus zelf geschreven, digitaal gemaakt. En op de achterkant van iedere kaart staat het Liesk logo in het klein. De voorkant van de kaarten zijn allemaal glad en de achterkant zijn iets ruwer, zodat je er ook goed op kunt schrijven. Want dat vind ik wel belangrijk, als je bijvoorbeeld een sneeuwmail maakt of gewoon iemand een kaart wil sturen. Nou, de hello versie heb ik ook in het roze. Mooie zachte kleur roze. Ik vind het zelf een hele mooie kleur roze, terwijl ik eerlijk gezegd helemaal niet heel erg van roze houd. Ik heb gewoon een beetje lopen prutsen totdat ik een tint zag waarvan ik dacht, ja, dat vind ik leuk. En ook deze kaart heeft weer het Liesk logo achterop. En wat ik zelf heel erg leuk vind aan de hello kaartjes is, ik vind het gewoon zelf een leuk woordje. Ik zou dit gewoon boven mijn bureau hangen omdat ik hier heel vrolijk van word. Maar je kunt ze natuurlijk ook gebruiken als er bijvoorbeeld een babytje is geboren en je wil de ouders of het babytje groeten en feliciteren. Dan kan dat ook met een hello kaartje. Zo van, hello little one, welcome to the world. Dat is een beetje het idee achter het kaartje. En dan heb ik natuurlijk nog mijn 5 eigen kerstkaarten. En ja, het is natuurlijk nog lang geen tijd voor kerst. Ja, het is inmiddels al minder dan 100 dagen, geloof ik. Maar we gaan nu toch wel een beetje richting het najaar toe. Hoe jammer ik het ook vind en hoe erg ik de zomer ook ga missen. Dus het wordt tijd voor kerstkaarten en ik ga ze gewoon laten zien. Allereerst deze okergele kaart met gingerbread mannetjes en candy canes. Ja, ik weet niet, ik hou er wel van. Het begon eigenlijk een beetje met doodelen, totdat ik dingetjes zag waarvan ik dacht, hey, dat vind ik leuk om te gebruiken op een kaartje. En bij dit kaartje past dit kaartje natuurlijk ook heel erg goed. Deze is wat meer donkergroen, ook met gingerbread men en candy canes. En ook op de kerstkaarten zitten weer het Liesk logo achterop. Dan moet ik je wel zeggen, niet alle kerstkaarten zijn in hetzelfde thema of in dezelfde tekenstijl. Deze 2 met gingerbread men, toevallig wel. Maar de volgende kerstkaart is er eentje met een kat. En huls en een kerstmuts en een sjaal en er staat op Merry Christmas. Het is toch wel weer een andere tekenstijl, maar waar ik wel, ik wilde toch wel dat het bij elkaar hoort, want het is wel 1 kerstcollectie. Dus waar ik vooral aan heb gedacht is om de kleuren van elke kerstkaart weer terug te laten komen. En ze zijn eigenlijk gebaseerd op de kleuren van deze kat. Het okergeel zag je net terugkomen. Groen van zijn sjaal is de achtergrond van die andere gingerbread kaart. Die lichtblauwe kleur, die zie je weer in de volgende 2 kaarten terugkomen. Namelijk in deze, Joy to the World. Dat heb ik zelf gehandletterd en ook weer digitaal gemaakt. Net zoals de doodle van de snow globe. En die lichtblauwe kleur die komt ook weer terug in deze kaart. Dit heb ik ook zelf getekend en dan weer digitaal gemaakt. Met handschoenen en mutsen. En daar komen dus die donkergroene kleur en ook weer gele kleur weer in terug. En ook deze kaart hebben dus allemaal dat Liesk logo. En ook deze kaarten zijn allemaal glad en dan op de achterkant iets ruwer, zodat je er makkelijk op kunt schrijven. Je kunt het kopen als set van 5 kerstkaarten. Deze 5
Je kunt ze ook loskopen als je ze niet allemaal even leuk vindt. En je kunt ze ook allemaal met of zonder envelop kopen. Het kost ietsjes meer als je er een envelop bij wil, maar het is dan wel een envelop in een kleur waarvan ik denk dat die wel weer leuk bij de kaart past. Het zijn niet gewoon saaie witte enveloppen. Behalve die van de groene gingerbread man, die is ook niet saai wit, maar die is een beetje crème kleurig. Dus wel een beetje wit, maar niet saai wit. Goed verhaal. En zoals ik eerder al zei, zijn ze dus nu te koop bij post-en-papier.nl. Ik hoop binnenkort ook op verschillende andere plekken, maar dat laat ik je weten als het zover is. Bij Post en Papier krijg je dus op Leesk, maar ook op andere spulletjes 10% korting met de code ELISEDINGEN. En ja, je kunt dus de kaarten in een set kopen, je kunt ze loskopen, je kunt de Hello kaarten kopen. Je kunt ze ook niet kopen, maar gewoon even bekijken. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En in principe kost een kaart 1 euro per stuk. Maar als je een set koopt, dan krijg je weer een beetje korting. Dus dan zijn ze in verhouding goedkoper. Als je bijvoorbeeld een set van 5 kerstkaarten koopt, dan zijn ze per 5 maar 3,95. Dat is dan nog wel zonder envelop. Met envelop is de set 4,95. Maar dan heb je dus wel 5 originele kerstkaarten. Nou, the word is out. Dit is mijn projectje waar ik eigenlijk al heel lang mee bezig ben geweest. Vorig jaar rond deze tijd wilde ik dit ook wel graag. En sowieso weten jullie ook wel dat ik heel graag mijn eigen stationery lijn wilde. Sowieso wil ik ook nog heel graag notitieblokjes. Ik wil ook nog heel graag mijn eigen notitieblokjes maken. Eigen schriftjes lijkt me ook heel erg leuk. Ik ben bezig met eigen stickers die ik daarbij maak met zelfgemaakte stempels. Maar ja, dat is best wel veel werk, dus het duurt nog even voordat dat af is. Maar als je mij volgt op Facebook en op Instagram bij Leesk, dat is voor Instagram Leesk_illustraties en voor Facebook is het Leesk illustraties achter elkaar. En de link zal ik ook nog even in de beschrijving plakken. Dan zie je vanzelf alweer als ik nieuwe producten heb uitgebracht, want het is absoluut niet eenmalig. Het is echt een merk, het is echt mijn bedrijfje. Het is ook niet in samenwerking met iets of iemand, het is echt mijn eigen project, ja, mijn eigen bedrijf. En ik wilde dit gewoon al zo lang, dus ik dacht, ik ga er gewoon voor. Ik ben ook echt, ik heb geen idee of mensen dit leuk gaan vinden, of het verkocht gaat worden. Ik hoop het natuurlijk wel, maar het is, ja, het is echt een duik in het diepe. En ook wel een klein beetje een carrière switch, want ja, mijn gewone werk is natuurlijk acteren en ik ben toneeljuf. En nu ben ik ineens ook eigenaar van een eigen merk en een illustrator. Ah! Ik moet ook zeggen, het is wel een lange weg geweest, ook een spannende weg. Ik heb soms echt huilend achter de computer gezeten, omdat ik ook mijn illustraties dus digitaal moest maken. Ik heb geen idee hoe Photoshop werkt, of Illustrator, of wat voor programma dan ook. En het was soms zo frustrerend, maar ik ben zo blij dat het wel uiteindelijk gelukt is. En de naam Leesk heb ik op 3 januari dit jaar bedacht. Dus ja, ik heb dit best wel lang geheim gehouden en ik ben heel erg blij dat ik het kan delen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat me vooral weten in de comments wat je ervan vindt. Ook als je het niet leuk vindt. Oh, dat wilde ik ook nog even zeggen. Wat misschien opviel bij de kerstkaarten is dat het niet per se heel traditionele kerstkleuren zijn. Vooral deze niet bijvoorbeeld. Misschien het donkergroene nog wel. Maar vaak zie je toch wel donkergroen, donkerrood, wit. En ik dacht, ik wil daar een klein beetje een knipoog aan geven. En ook een beetje een Elise smaakje. Dus vandaar dat er ook zo'n frisse blauw tussen zit bijvoorbeeld. Ja, gewoon lekker een beetje op mijn eigen manier doen. Ik hoop gewoon dat jullie het leuk vinden. Laat me vooral weten wat je ervan vindt. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie je ook heel graag weer terug bij een volgende video. Oh, en ben jij dit weekend op Crea Weekend in Hardenberg? Kom dan zeker even hoi zeggen, want ik ben er zaterdag 29 september en zondag 1 oktober. Dat kan niet. Dat kan geen zaterdag 29 september zijn. Het is zaterdag 30 september. Dus zaterdag 30 september, zondag 1 oktober ben ik op Crea Weekend Hardenberg. Als je er ook bent, kom dan zeker even hoi zeggen. En Leesk spulletjes bekijken, want die liggen er dan ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!